Dat blijft wel ja, die kijken eigenlijk. Al wordt er verwacht dat we in 2025 een omslagpunt gaan hebben. Ja, met de huidige energieprijzen en de problemen die er zijn qua onderdelen, zou dat nog wel wat kunnen uitlopen. Maar het staat 100% vast dat dat kantelpunt er komt en dat we binnen een aantal jaar EV's gaan hebben die goedkoper zijn dan een benzine of een diesel. Wat trouwens niet alleen van doen heeft met de aanschafprijs alleen van je elektrische auto. Die gaat sowieso zakken, omdat de duurste aan die elektrische auto's zijn de batterijen en de batterijkost, ja, die zakt alleen maar. Nee, het heeft ook te maken met het feit dat de verbrandingsmotor aan zich duurder gaat worden. Ja, de uitstootnormen die worden alleen maar strenger, dus moeten constructeurs ook meer inspanningen leveren om hun benzines en diesels aan die uitstootnormen nog te laten beantwoorden. En dan zijn er nog de indirecte kosten, hè? Uh, ja, brandstofkost, het onderhoud... De fiscale voordelen die je vandaag geniet, ja, die maken dat de elektrische auto op dat vlak vandaag eigenlijk al interessanter is. Dus het kan niet anders dan op een gegeven moment dat een elektrische auto gewoon voordeliger gaat zijn. Wat niet wil zeggen dat je daarom verplicht gaat worden om elektrisch te rijden. Je zal nog altijd kunnen kiezen voor een benzine of diesel. Het is te zeggen tot 31 december 2034 normaal, omdat vanaf 2035 eigenlijk er geen nieuwe auto's meer verkocht mogen worden in de Europese Unie die nog CO2 uitstoten. Wat eigenlijk de facto betekent dat ja, benzines en diesels verboden zullen worden. Maar tot 31 december 2034, ben je zo vrij als een vrij vogel.